doen. Hoe ligt die hond erbij? Een white body kit erop is er gezet. Oké, okay, dan heb ik die stemming. Dan vind ik het aas wel iets zeker. Komt ie. Ja, maar ja, de criminaliteitscijfers staan natuurlijk gewoon zinnig hoog. Ik vind het echt zo raar met jouw zoon. Goedemorgen iedereen. Soms is het toch lekker om de dag te beginnen met je benen wijd. Dat is niet normaal. En dat klonk ook niet heel normaal. Maar zo bedoelde ik het wel. Soms is het gewoon lekker dat je even cruise control aan. Als je het hebt dan natuurlijk. En dan ga je gewoon even lekker zitten zo. Even lekker. Hey iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik heb er weer zin in vandaag. Ik ben onderweg naar Dennis. Maar ik was hem even kwijt. Ik vroeg me af waar Dennis, maar dat zie ik zo wel. Je moet even wat ophalen bij Dennis. Wat ik laatst vergeten ben, wat ik eigenlijk al op had moeten halen. Maar toen was ik er, maar toen ben ik het vergeten. Dus ga ik er nu ophalen. En ik kom net al van een afspraak af, dus ik heb er al semi een ochtendje op zitten. Altijd goed, dikke handel. Ik ben dus de laatste tijd bezig met iets. Ik ben veel in Bloemendaal te vinden. En nou, dat hebben jullie misschien vaker in de vlogs voorbij zien komen. Weet je wel, van hey, Don is weer in Bloemendaal. Ik zeg heel vaak, ik heb een afspraak gehad in Bloemendaal. Maar deze auto een beetje inhalen, anders krijg ik een lastige situatie. Maar dat is een beetje een verhaal voor de podcast. Ik ben met iets bezig en dat vind ik best wel interessant. Daar leer ik heel veel van. En dat is echt een verhaal voor de podcast. Dus ik hoop dat het snel af is dat we kunnen gaan beginnen met de podcast. Het loopt dan een beetje achter, maar dat maakt niet uit. Als het maar goed gedaan wordt. En dat zit helemaal goed, want Jan doet het fantastisch. Zo, aardige drempel. Voelt goed om lekker bezig te zijn. Dus nou, eens even kijken hoe het bij Dennis is. En ik ga gelijk gebruik maken van zijn toilet. Ik moet heel nodig plassen. Ik heb net een hele grote bak thee op. Kijk even, mooi plaatje. Die C63S white body. Ja, dan is hij voor mij daar niks bij eigenlijk. Nee, dat is ook weer, dat staat ook weer nergens op. Maar dat ding is zo'n eyecatcher, die Mercedes. Oh god, wie hebben we daar? Hey. Husky Pomeriaantje ben jij, hè? Hallo? Dat kan, dat mag. Dat hoort er ook bij. Dat... Nou, gelijk maar even door naar het toilet. Wat raar joh, alleen Ronaldo mag hier plassen en vrouwen met één hele grote been. Dat is apart. Ik kan dus een hondenspeeltje nadoen en honden worden altijd helemaal gek ervan. Dat doe ik zo makkelijk. Ik kan zo. Ja, wat is dat nou? Hey, dat is mijn camera, joh. Hey, daar komt de rest. Hey, kom eens. Hey, joh. Oh mijn god. Die honden plassen blijdschap alles onder, gek. Er zit iemand in het kantoor, ik maak het wel even schoon. What the fuck? Let op, hè. Snappen het niet, zie je dat? Heel aandachtig te kijken, ja. Kijk dat hoofd draaien. Die snapt geen hol van dat beest. Dat had Bobo vroeger ook altijd, jongen. Als puppy, maandenlang bleef ze alles onderzeiken gewoon. Maar die honden, deze honden, zijn al op leeftijd. Dus die blijven dat doen. Nou, wel leuk dat ze me willen zien tenminste. Dennis. Yo. Goedemorgen. Goedemorgen, maat. Alles goed? Een van je vrouwtjes was iets te blij om mij te zien. Die piste alles onder. Echt? Ja. Welke? Ja, een van die pitbulls van je. Echt? Ja, dus ik heb hem even schoongemaakt. Heb je dat vaker, plasseks? Plasseks? Ik wil niet zeggen dat ik doggy heb gedaan met ze. Ik vind dat wel vaker als reactie op dames. Hè? Ja, dat er constant op me gezeken wordt, ja. Ja. Doen die honden dat vaker dan? Die blonde, als hij heel erg blij is om iemand te zien. Ja, want ik denk, speelt hij nou zo. En toen kwam hij naar me toe rennen en toen piste hij alles onder, joh. Kijk, die was ik vergeten de vorige keer. Voor al mijn statiegeldflesjes van Focus om te verzamelen. En dan kan ik hem vullen. En als hij vol is, kan ik kijken hoeveel statiegeld is. Ik vind het ook leuk dat Dennis mij er gewoon opgezet heeft. Want heb jij het design gemaakt of heeft Jesse dat gedaan? Jesse, oh, nice. Ik neem hem mee. Er wordt natuurlijk heel veel gezegd in mijn vlog van dat is handelpapa. Dat komt natuurlijk van Moa. En wij vinden die quote geweldig, hè. Maar je hebt nu een nieuwe. Je hebt niet dat is handelpapa die we nu gaan gebruiken, maar we hebben hier Dompapa. 4,5 liter. En dit is rum. Rum. Small Hatch rum. Nou, dat klopt niet helemaal. We hebben hier een klein flesje. Het is een beetje Pirates of the Caribbean, hè, achter. Ja. Maar vertel even wat historie over deze prachtige flessen, Dennis. Want jij bent een enorme... Oh, ruikt lekker zoetig. Ja. Jij bent een echte rumdrinker. Ja. Je houdt heel erg van Bacardi ook. Ben je groot fan van? Bakertjes? Nou, voornamelijk van dit soort spullen. Maar ik zie jou heel vaak hier met een bakertje lopen. Ja, altijd rum.
Anders wordt het te duur. Anders wordt het te duur. Dompapa is gewoon een hele lekkere rum. Ja, dat kan ik. Deze zitten normaal gesproken zeg maar, op vaten, op wijnvaten of op cognacvaten. En daardoor worden ze eigenlijk zo bruin. Ik wil niet zeggen dat ze oud. Dus worden door de vaten bruin? Vaten. Ik denk dat je, jouw eigen vaten ook bruin worden hiervan. Ja, ja. Dat gaan we straks testen. Maar die grote fles mag je niet openmaken, want dat is een collectors item, toch? Ja, deze wordt niet meer gemaakt. Dus deze mogen we eigenlijk niet openmaken. Maar het is eigenlijk wel een schande om 4,5 liter hele goede rum erin te laten zitten. Ja, je moet hem eigenlijk voor een extra speciale gelegenheid moet je hem hebben. Ja. Maar dat noem je dus, dit noem je dan ook rum. De gelegenheid is, als ik te veel gesopen heb, dan... Dat is een heel speciale gelegenheid. Dat is een heel speciale gelegenheid. Maar die is wel open geweest, zie ik. Ja, deze open geweest. Ja, maar die smaken toch hetzelfde dan? Deze smaken hetzelfde. Maar die grote flessen worden niet meer gemaakt? Deze worden niet meer gemaakt. Maar dat is gewoon puur de fles dus, maar de smaak blijft bestaan. De smaak... Oh ja, maar dat gaat puur om de grootte van de fles. Kijk, Dennis, dan moet die gaan open, hè? Dat wil ik een keer gebeuren. Alleen ik zit te denken, als wij echt die fles open trekken, ik moet wel om 8 uur sporten. Ja, maar deze is genoeg om te sporten. Deze is genoeg om te sporten. Ja, maar hoe kom ik daar dan? Meest bellen? Ja, maar je weet, als die komt, dan gaat ook de fles in zijn mik. Nee, dan is hij al op aan het kijken. Nou, we kunnen meestal bij. Ik heb het een keer gedaan. De meeste hebben met mij meegereden in een rally. Ik ben het meest gereden. Omdat jij ging suipen? Ja. Ja, ja. Maar ja. We waren ergens. We waren bij die stop. En daar was alleen maar bier en wijn. En ik drink geen bier en wijn. Dus ik zei, mens, dat kan niet. We gaan even rum halen. Dus ik heb bruine rum heel gauw gekocht. Dus zijn we terug gaan we niet meer. Nou, toen werd het gezellig. Maar hoezo drink jij geen bier? Hier niet van, wil je zeggen? Nee. Lul niet. Dit is zuiver. Dit is zuiver. Jongens, dit is zuiver. Als je dit drinkt, dat is zo goed voor je lichaam. Dit is zuiver. Ik krijg geen hoofdpijn, man. Hoe kan dat nou weer? Alleen maar zuivere spullen. Ja, ik vind het geen zuivere koffie. Of rum. Nou, dat is goed. Ja. Ik rijd nog wel van naar huis, om even mijn vlog af te editen. Dan kom ik terug. Ja, deze fles is toch van die van Frans Duits? Ja. Dit is toevallig allemaal van Frans Duits. Echt joh? Oh, en we hebben de nieuwste. Zo. Is dat ook een whisky? Dit is een whisky. De nieuwste van Frans Duits. Jungle whisky. Daar heb ik samen met Frans Duits hebben we anderhalve fles met z'n tweeën geproefd. Ja, maar je dacht dan na een paar slokjes is het proeven niet. Nee, na anderhalf fles of zo was ik al achter dat ik echt niet meer kon rijden. Ik had me weer naar huis gebracht. Ik hou me hard vast hoe ik bij sporten vanavond kom, maar dat zien we wel weer. Ik geef eens maar editen, dan is dat gedaan. Is mijn vlog op tijd online. Zie ik je zo, Dennis, ik even die ton thuis brengen. Hoe ligt die hond erbij? What the fuck? Die begint ook de dag met zijn benen wijd. Dat is een beetje mijn punt. Ben poot gegeven? Ben poot. Ga zitten. Zit. Goed. Poot. Poot. Ga poot. Lig. Lig. Af. Down. Rollen. Ga zitten. 1, 2. Die nemen we mee. Hoppa, thee. Oeh, dat moet ik niet doen. Dan gaat het mechanisme kapot als je het zonder het knopje probeert te doen. Pijn in mijn body, in mijn lichaam, in mijn geest. Ik ben maar soepel van de hees en ik hoop dat ik het vergeet. Ik kan vergeven, maar weet dat ik niet vergeet hoeveel fucking soepels ik neem met deze wereld. Zo, ik ben weer thuis en dit herkent denk ik echt iedereen. Let op, heb ik hem? Volgens mij heb ik hem. De deuk. Die gamer, a.k.a. voor mij in mijn geval edit deuk van een koptelefoon. Ik weet niet of ik mijn hoofd goed hou. Het ziet er misschien heel debiel uit. Ik ben helemaal zo. Ik heb dus besloten, jongens. Sinds een paar weken eigenlijk. Dat ik veel vaker naar mijn lichaam ga luisteren. En dat ik minder mijn lichaam ga verkrachten. Dus dat betekent. Waar de fuck zijn mijn eieren, bro? Ai! Nee, ik ga dus meer naar mijn lichaam luisteren. Want ik ben altijd iemand. Ik stop niet. Hoe moe ik ook ben, ik stop niet. Als ik me kut voel, ik ga gewoon door. En ik ben dus gaan leren de laatste, eigenlijk sinds dit jaar pas, nou, het is nog januari. Ik ben gewoon beter naar mijn lichaam gaan luisteren. Dus eigenlijk, kijk, ik ben heel lekker bezig met sporten natuurlijk. 4000 calorieën per dag eten, 3-4 keer per week sporten. Ik drink gewoon alcohol, ik doe gewoon in principe wat ik wil. Maar ik ga vanavond sporten en ik zit lekker in de flow. En ik merk aan mezelf, ik ben moe. Ik heb maar, denk ik, 2,5 uur, 3 uur geslapen. Ik zat zo lekker in mijn vel gisteravond, ik had gewoon plafonddienst. Ik zat allemaal over creatieve dingen na te denken. En voor mijn podcast en...
voor mijn kanaal. En ik ben bezig met een nieuwe profielfoto en banner. Daar heb ik zin in en zo. Dus ik kon gewoon niet slapen, weet je wel. Ja, één ding tegelijk. Dus focus, pak een pan. Don pak pan. Don pak boter. Even binnen elkaar na, Joel. I've been married long time ago. Ik merk gewoon, ik heb geen zin om alcohol te drinken straks. Omdat ik gewoon moe ben. En dan drink ik en dan wordt het ook weer gedoe. En dan ga ik weer over stressen. Dat moet ik gewoon niet doen, hè. Normaal zou ik gewoon volle bak gaan tanken met Dennis. Alleen het is ook wat voor dag is het. Het is donderdag. Ja, het is fucking donderdag ook, weet je. Het is ook geen weekend, dus ja. Ik heb wel heel veel zin in, maar ik weet gewoon, ik moet naar mijn lichaam luisteren. Ik ben moe, ik moet het niet doen. Ik ben morgen brak misschien wel, misschien ook niet. Dennis zegt dat je geen hoofdpijn van krijgt. I don't know, man. Ik wil gewoon beter naar mijn lichaam luisteren en anders niks. Je moet alles meer in balans krijgen. Ik ben zo'n extremist. Daar krijg je stress van. Moet gewoon lekker balans. Dat is belangrijk. Alles in het leven draait om balans. Alles. En dat heb ik met heel veel dingen nog niet gevonden. Dus dat ben ik gewoon... ik ben gewoon mezelf heel erg aan het leren kennen de afgelopen maanden. En dat voelt heel goed. Dat voelt echt heel goed. Kijk, kan ik het in één keer goed? Oh, geen één schilletje. Oh, dat is lekker. Volgens mij ben ik echt een van de weinigen in deze maatschappij die het niet lekker vindt als je je eierdooier heel laat. Dat moet gewoon kapot. Mensen, als ik uit eten ga, dan krijg je zo'n uitsmijter met dat ding erop. Dan eet ik dat als eerste op. Als de dooier nog vloeibaar is, dan vreet ik dat als eerste, omdat heb ik dat gewoon gehad, weet je. Ik vind dat gewoon niet lekker. Ik kan er niet van genieten. Ik eet het wel, maar ik kan er niet van genieten. Dus ik maak het altijd kapot als ik zelf een eitje maak. Ik hou ook niet van een zacht gekookt eitje, gewoon lekker hard gekookt. Dat vind ik lekker, jongen. Het is bakzout erop, lekker je nieren verneuken. Ik ben net als een eitje. Mijn schil is heel hard, maar van binnen ben ik zacht. Haat het dus om mensen teleur te stellen. Haat zich. Dennis! Hey, lekker ding! Hey, jazeker. Hey, ik kom nog jouw kant op, maar ja. Ik ga je gedeeltelijk teleurstellen. Ik wil wel even nippen, ik wil even proeven, maar ik ga niet suipen. Sorry man, we moeten even een avondje inplannen en dan ben ik daar en dan ik ga helemaal tot het gaatje. Ik kan wel proeven. Daar wil ik wel even proeven. Ik ben wel benieuwd. Ja, dat is goed. Hij vindt wel even gezellig natuurlijk, dat sowieso, hè. Zie ik jezelf wel, man. Is goed, ik ben gewoon benieuwd, met altijd zo'n beetje rum in de weer, ik ben gewoon benieuwd wat je drinkt, joh. Maar voor weten. Oké, nou, zie ik je zo. We gaan wel in de toekomst dan, als we echt gaan zuipen, dan zal ik wel even top 5 rums maken. Is goed, we kunnen ook gewoon hier een avondje rumproeven doen, hoor. Vind ik ook wel lachen. Ja, is ook wel lachen, ja. Ja, neem nog mijn vrouw mee, die gasten van je zoons. Mees komt dan, mijn hele mik, we gaan het gezellig maken, joh. Ja, lijkt me lachen. Ja. Maar ik zie je staan rekken hier al daar, joh. Is goed. Ja, is goed, man. Yo, man. Kijk, ik mag Dennis. Ik mag Dennis heel erg. Dennis heb ik ook best wel hoog zitten. Dus dan vind ik het kut om teleur te stellen, weet je wel. Maar ja, ik ga zo goed op gezelligheid. En ik denk, ja, oké. Ik laat me dan ook weer vaak overhalen, maar ik ga dat minder doen, weet je wel. Ook al, ik weet dat ik het heel leuk vind. En ik zou er ook geen spijt van krijgen, maar gewoon hoe ik me dan voel. Die dag daarna, dan heb ik gewoon net even weer te veel gedaan, weet je wel. Ik ben vandaag ook weer fucking vroeg opgestaan. Gelijk naar Bloemendaal gegaan. Door naar Dennis thuis gekomen, editen, zit nog te bellen, te appen. Ik moet ook nog eten. Ik eet echt letterlijk 4 keer zoveel als normaal. Ik denk dat ik normaal maar 1000 calorieën per dag heb, maar omdat ik nu mijn bulk ook 4000. Ik heb nooit echt tijd om te chappen ofzo. Ik maak er geen tijd voor, kan ik beter zeggen. En ik praat me voor mijn mond, dat mag ook niet. Nee, ik moet ook niet overdrijven. Zo erg stil komen we niet, maar ik bedoel gewoon, hè. Gewoon lekker luisteren naar jezelf en anders niks. En na het sporten ga ik ook even langs met mijn ouders, dan moet ik ook even iets ophalen. Nou, dat is een beetje een ophaaldagje. En weet je wat het allerraarste is? Sinds dat ik naar mezelf luister en beter op mijn gevoel afga, zit ik gewoon op elk vlak beter in mijn vel. Ik heb nu ook gewoon rust in mijn kop dat ik tegen Dennis zeg, joh, ik ga het niet doen. Anders ga ik erheen en dan ga ik het doen met tegenzin, krijg ik stress van, maar dan toch heb ik het weer heel leuk, zo'n dubbel. Ik zal erover ophouden, maar vind ik gewoon leuk om met jullie te delen. Oké, nou, ik ga er weer vandoor en ik ga deze niet pakken, maar... Ik heb ook net een partijtje zitten bellen, jongen, voor mijn tuin. Elke keer zijn er dingen met de vergunningen. Of wil ik zelf weer wat anders hebben, of weet je wel. Maar naar verwachting, het is vandaag 27 januari. Nu nog 3 weken wachten en dan een maand. Dus 7 weken. En dan hopelijk kunnen ze beginnen. Dus laten we zeggen 2 maanden, een kleine 2 maanden. Laten we het hopen en dan is het van de zomer af. Dat zou lekker zijn, hè. Goh. De nee, Dennis. Dennis is net klaar met deze oeroes. Een white body kit erop is er gezet. Nee,
hij wordt nog dikker. Echt? Ja, hij gaat nog dikker. Gelijk snoep in mijn bek hier. Kijk dan die lip. Die uitlaten. En dan... Let op. Zit die voorkant erop? Ja. Moet je kijken, gek. Komt de hond aan met een noodgang. Hallo! Pak hem, Dennis. Ja, gaaf. Hij is ook verlaagd, of niet? Ja. Wat een grill zit erop, hè? Dik, hè? Heel gaaf, man. Fucking dik, dit. Heel gaaf. Zo dik. Maar is hij ook gerapt? Nee, hè? Nee, zo'n lak, hè? Maar... Dat gaat Dennis doen natuurlijk. Okay. Heb je ook die drank liggen, Dennis, waar dan zo'n larve in zit? Wat was het ook alweer? Tequila, toch? Ja, dit is tequila. Maar tequila drink je niet, vriend. Hoezo niet? Maar, tequila. Kijk, dit is speciale mix Coca-Cola, dus je krijgt niet gewoon zomaar een colaatje. Ja. Je krijgt een speciale. Wat is het verschil dan met de normale? Dat ga je proeven. Dat is echt een verschil, ja, is geen verkooppraatje. Nee, het is geen verkoop. Nee, man, ik verkoop toch helemaal geen cola. Maar ik weet al waarom jij geen tequila meer wilt. Die larve, die heb je ingeslikt natuurlijk. Nee. Nee. En die zat ineens achter je gulp. Ik heb zoveel tequila gedronken dat het door je neus naar buiten kwam. Als het door je neus naar buiten komt, dan ben je er wel klaar mee. Echt, joh? Joh, vertel eens, hey Dennis, wat is er gebeurd dan? Ik wil het weten, spill the tea. In plaats van de tequila. Ik, wil ik ben benieuwd, vriend. Hier is het. Hij gaat toch gewoon geen woorden aan vuil maken, die Dennis. Nou, hoe wil... Ja. Cheers, mate. Drink hem niet helemaal op, hoor. Ja, natuurlijk. Proost, ja. Dat is wel lekker, ja. Hij is zachter dan andere rums. Ja. Vind ik echt. Die zijn veel scherper normaal. Nee, veel zachter juist. Nee, ik bedoel, de andere rums zijn altijd scherper. Ja, deze is veel zachter. Maar scherpe rums zijn slechte rums. Wel, nou, dit, laat maar zien wat ik drink, hè. Ik word wel snel zo. Maar binnenkort bij jou thuis, hè. Gaan we doen, man, dat wordt leuk. Noem nog even iedereen uit. Ja, dan gaan we de top 10 drinken, dan kan ik niet meer naar huis waarschijnlijk. Je mag blijven slapen, hè? Oh, maak een logeerbed voor je klaar. Oh, heel veel gezellig. Zeker een watertje naast het bed. Een emmertje. Een emmertje ook nog? Ja, ja. En meestal? Ja, die ligt tegen jou aan natuurlijk. Ik ga alleen in een andere kamer in trek ik echt niet, hoor. Klein nipje nog van de nieuwe Jungle Whisky van Frans Duits. Ik moet hem proeven van Dennis natuurlijk. Je weet dat ik dat niet op ga drinken. Dat is alleen maar een slokje. Kom dan. Nee, ik laat me niet beïnvloeden. Nee, ik moet gewoon rijden. Nip hem. Je laat je niet beïnvloeden. Ik laat me niet beïnvloeden. Nee, ik ben er zelf voor. Hij ruikt naar banaan. Ja. En het drankje ook. Ja. Even proberen. Oh. Hij is lekker hoor, moet ik proberen. Fruitig, denk ik. Lastige dingen. Ja, dat is lastig, hè? Ja. Zo sterk. Zo. Hij is wel lekker. Maar hij is sterk. Maar deze moet je ook mixen met een drankje of zo. Vind je hem lekker? Ja, lekker. Die kun je gewoon zo weglaten. Ja, jij wel, maar jij hebt een sterke drank. Ik ben een bierdrinker. Ik krijg hier juist weer hoofdpijn van. We moeten hier nog wel even een beetje pro maken, hoor. Nou, dat, even gaan kijken wie het langste voel uit die avond bij mij. Zullen we hem gewoon nu in de agenda zetten? Bananas, ja, dan gaan we hem nu erin zetten. Ja, oké. Okay. 4 of 7 of zo? Ja, 7 uur. Dus jij voor de rumzorg, zorg ik voor lekkere hapjes. Hallo? Gaan we doen. Lekker ding. Ja. Dennis, wist je dat je deze flessen kan laten vallen en ze gaan niet kapot? Wist je dat? Nee. Wist je dat? Ga je hem nou echt serieus laten vallen? Alleen als jij, je hoeft alleen ja te zeggen. Nou ja, Danny Westgeest. Ik hoop dat je kijkt. Danny heeft er mij ook wel eens, die is leverancier, die heeft mij deze wel eens opgestuurd. Ja, ik weet het, Danny is leverancier. Heb je toestemming? Danny zegt dat het goed is, prima. Ik wil alleen niet horen dat mag, anders het is, ik... Het is een duur flesje dat je laat vallen, maar geen gang. Ja? Go for it. Oké, dan heb ik toestemming, anders vind ik het ASMR, weet je zeker? Komt-ie. Ik zei het toch? Holy shit! Die dingen zijn onbreekbaar. Ik heb hem 6 keer gegooid en toen de 7e keer ging die pas kapot. Er zit niet eens een scheur in. Hoe bizar is dat? Zie je dat? Het is gewoon helemaal heel. Als je toch een keer een vervelende klant hebt, dan kun je hem vol erop inmappen op Starsus, want dan gaat niet kapot. En zo denk ik wel. Nu deze proberen. Komt-ie, hop! Ja, joh, Dennis die houdt niet alleen van rum, maar ook van bloemen. Maar toch iets meer dan rum. Van rum. Kijk. Ja, zelfs daar staat... Groeien ze goed omdat ze in de rum staan. Ja, groeit hij bij jou ook goed van de rum, of niet? Nou ja, in dit geval is het whisky. Oh.
Dennis die probeert Mees over te halen om ook te komen op de rumavond. Mees, we gaan alleen maar proeven. Alleen maar proeven, Mees. Totdat iemand omvalt. Ja, tot je omvalt. Nee, maar ik denk het niet. Ik zou er wel bij zijn, maar ik ga niet zuipen. Goed zo. Mees is natuurlijk weer bezig met afvallen, dus die wil een half jaar niet drinken. En hij zegt gewoon nee. Dus dat kunnen we alleen maar respecteren. Maar ja. Mees, als je nou zoveel zuipt dat je alles weer uitbraakt, uitbarft gewoon, dan sta je kiet. Weet je wat? En Mike maar. En Mike maar, Dennis. Is goed. Ja, ja, is goed, man. Is goed, man. Ik ga hem appen. Het maakt helemaal niks uit. Want jij gaat gewoon mee proeven. Dennis, je moet even nog overtuigender zijn, anders gaat hij niet mee. Nee, vriend. Hij is er gewoon volgende week vrijdag, is hij er gewoon hoe dan ook bij. Om 7 uur bij Don gaan wij de top 10 van Rums proeven. Oh, het was net nog top 5. Oh, shit. Oh, shit, zegt hij. Oh, shit. Nee, de top 5 gaan proeven. Top 10 mag ook, hoor. Ja, de top 10. Top 20 hier voor Dennis. Ja, ik wil gewoon niet drinken. Het is gewoon slecht voor je spieren, het is veel calorieën. Ja, natuurlijk. Ja. Nu komt het. Ik begrijp het. Maar het interesseert me helemaal geen klant. Wat al geweldig. We gaan er gewoon een mooie avond van maken. Ik zei ook net van, soms dan, Dennis kan niet eens herinneren, soms wanneer je mij gefacetimed hebt. Helemaal goud, joh. Ik zeg, weet je nog dat je mij een paar weken geleden facetimed helemaal fucked up uit? Ja, geen idee. Gaat altijd iedereen facetimen. Komende vrijdag, want het is aanstaande vrijdag, want het is morgen, want het is vandaag donderdag. Maar de donderdag, nee, de vrijdag. Hij komt er ook niet uit. De fucking vrijdag daarna. Dennis, joh. Mees, ik heb je wel als je dat wil. Dennis heeft er zoveel zin in. Hij noemt bijna elke dag van de week op gewoon, hè. Vriend, ik stuur je een reminder. Wil je er geen rum doorheen of zo? Nee, ik moet rijden, Dennis. Je rijdt zeker niet, Dennis. Nee, Brian rijdt. Echt niet, Don gaat hem naar huis brengen. Don gaat hem naar huis. Ik ga even driftend over de rotonde zo. En dan zet ik zijn maag weer even recht. Ik denk dat het de andere kant op gaat, maar... Ja, Don die komt vanavond bij ons eten. Ik heb geen idee wat we eten, maar... Kom. Don komt bij ons eten. Moet ik na het sporten naar jou te komen? Ja, man. Geweldig. Ben het dat als ik zou komen, dat ik voor de deur sta en die zegt, huh? Wat doe jij hier? Dat, nee, natuurlijk niet, man. Ik ben altijd welkom. Jij ook bij mij, Dennis. Ik zal de room klaarzetten voor je. Ik denk nog, want ja, hij vergeet zijn prullenbak. Ik rijd gewoon naar zijn fucking huis. En ik breng die prullenbak gewoon. Dat was, denk ik, ja, what the fuck. Ja, vriend, maar je bent gewoon je prullenbak vergeten. Dat kan toch niet? Ik heb hem opgehaald, hoor, zelf. Ja, hij heeft hem nu wel opgehaald. Dus vanavond gaan de Focus drink flesjes. Met statiegeld. Oh, in de ton. In de ton. In de ton. Het kwam eruit, hoor. Applausje. Nou, Dennis, ik moet bij mijn ouders eten na het sporten, dus... Echt? Ja. Ja, zulke lieve ouders. Echt serieus, ja. Echt waanzinnige gave ouders. Dat is helemaal waar, Dennis. Dat... Nee, zeg wat anders, hè. Hij heeft hele gave ouders, hè. Want anders kom ik gewoon in je huis toe. Dan kom je helemaal fucking in elkaar puiken. Hele gave ouders. Hey, pas op, hè. Hele gave ouders. Want anders kom je gewoon helemaal in elkaar puiken, hè. Ik kom hier vaker naar kantooruren, gek. Ik vind het geweldig hier. Weet je het meest? Zijn ouders zijn helemaal gaaf. Pas op, hè. Wie zijn ouders dan? Die Brian denkt, godverdomme, hij moet gewoon zo naar Dennis naar huis brengen. Je gaat er aan, hè? Ja, maar Dennis, nou zit je gewoon uit te sloven natuurlijk, hè? Ja, maar die meeste jongen is gewoon echt een badje, eigenlijk. Hey, ga jij weg? Ik ga weg, hij brengt je thuis. Ik kreeg nog trainingsboek voor hem. En jij gaat naar huis. Ik ben gewoon mijn trainingsspullen vergeten. Ja, ik kom gelijk weer hierheen, hè. Dus ben ik vergeten. Maar die mag ik blijven, die mag ik lenen van je zoon. Dan kan je niet meer trainen. Ja, dan moet ik bij jou blijven hangen. Oké, doei. Doei. Die is volgens mij wel blij dat hij weg mag. Hey, schat. Hey, wij komen even thuis eten. We is ik een dom. Maar dit is zo
ongelooflijk oude vrouw. Ja, je hebt een leuke vrouw, Dennis. Ja. Jij belt en is het alles goed. Dat zijn de zeldzame. Dus, Tom, er staat rijst voor je klaar. Rijst? Ja. Lekker. Lust je dat? Dat lust ik. En weet je wat ik ook gelust? Deze sleutel. Ik ga de deur afsluiten. Dat was echt totaal geen goede ezelsbrug. Echt? Ga jij de deur hier afsluiten? Ja. Ik wist het echt, serieus, ik wist niet dat ik jou de sleutel had gegeven. Weet je dat niet meer? Maar het zal wel. Weet je wat mooi is? Brian gaf die net. Echt? Ja, ja. Nee. Ja. Recht onder je neus, maar je zag het niet eens. Serieus? Ja, oh. Dus ik sluit af. Ja, dat lijkt me ook geweldig, hoor. Dat is leuk. Dennis is één keer bij mij eerder thuis geweest, dus die heeft mijn huis wel eens gezien, maar ik heb Dennis huis nog nooit gezien. Nee. Nou, neem die fles rum mee, die wagen in. Kun je... Ik ga maar mee. Uber, ready for Dennis. Nou, heel snel naar Dennis en heel snel bikken. Zo, gaan we even kijken, Dennis. Kom maar uit. Lekker! Ja, jij vindt het wel lekker allemaal. Schatje? Nee. Dennis! Zo, het kwam niet laat! Jezus, gast! Oh, je hebt diepe zakken. Ik ben mijn brillen kwijt. Oh, ik heb zo de slappe lach om Dennis. Maar draag, jij kan wel de knop omzetten als je zuipt, hè? Ja. We zitten net in de auto, jij bent super... Ineens, dan kon je ineens weer heel zakelijk praten over je verleden. En over mevrouw. Hij is zo lovend over jou. Hij zegt alleen maar, ik kan nooit een beter iemand krijgen. En hij is helemaal fan van je, je grootste fan. Ik hoor zelden iemand zo lief praten. Kijk, hij is toch een beetje blozen, Dennis. Dennis, kan je dat herhalen? Ja, Dom gaat met ons mee naar Florida. Je hoort het, hè? Ik ga mee naar Florida. Fucking leuk. Ja, wat gaan we daar doen? Naar de schietbaan, zei je. Gaan we met de... Schieten. Met Hardleys rijden, dan moet je wel even je motorrijbewijs halen. Nee, maar dat heb ik mezelf gezworen. Ik ga nooit mijn rijbewijs halen voor mijn motorfiets, want dan rijd ik mezelf dood. Ik ken mezelf, ik kan me niet... Don, die gaat bij mij achterop zitten. Ja, en in de zijspan. Ik wil in de zijspan bij jou. Don, gewoon bij mij in de SUV. Want ik ga niet op de motor, ik rijd gewoon met of de cabrio. Jammer nou. Of de cabrio kan ook nog. En dan nemen wij de bagage mee. En dan zijn wij vast eerder ergens. En dan... En we gaan naar de Indian River. Wat is dat? Speedboot varen. De Indian River, dat is een grote rivier. Ja, dat is in de buurt van Cape Canaveral. En dan kun je daar gaan varen en dan gaan we naar Captain Hiram. Dat is een haven en dan kun je lekker eten. Maar heb je daar ook gewoond dan, in Florida? Of ben je alleen nog een paar keer geweest? Ja, we hebben in New York gewoond. New Jersey. New Jersey, ja. Ben ik wel een keer geweest. Echt? Ja. Ja, ik vond het heel leuk, New York. Ja, ik heb alles hier. Het enige waar ik niet geweest ben is de Bronx, want dat durfde ik niet. Echt niet? Nee, ik wilde wel heel graag kijken, maar ik durfde het echt niet. Ik ging met hun naar de dierentuin in de Bronx. Lul niet, met je kinderen naar de Bronx? Ja, niet meer pief, met twee hummeltjes. Niks aan de hand, hè? Mensen gewoon super vriendelijk. Als jij gewoon normaal doet, doen ze ook normaal. Ja, maar toen je daar wegliep, toen was je ineens wel je horloge kwijt, of dat niet? Nee, normaal niet. Gewoon niet. Ze was helemaal de tijd kwijt. Nee, maar weet je, je loopt in zo'n dierentuin met allemaal andere moeders met kinderen. Ja. Dus het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Dik, dun, klein, groot, paars, groen, zwart, wit. Nee, maar ja, de criminaliteitscijfers staan natuurlijk krankzinnig hoog. Ja, maar het ligt ook een beetje aan welk gedeelte van de Bronx je zit, natuurlijk. Ik heb dat nooit gehad daar. Maar nee. Ik heb ook in Miami een keer de verkeerde afslag genomen. En toen ging het ook goed. Ja, je moet ook geluk hebben, natuurlijk. Ja. Mexico, dat was niet zo. Nee, daar heb ik ook dingen meegemaakt. Nee, Mexico was niet grappig. Nee, daar staan de kartels je op te wachten, hoor, voor je koffer. Ja, letterlijk. Ja, echt. Letterlijk, ja. Het restaurant uitlopen en dan kreeg ze van... Zo, ga maar weer even terug naar het restaurant. Ja. Ik hoop niet dat jij dit bent, Brian. Jawel, dat ben ik. Moet je even scheren, man. Maar we hebben net even lekker rijst en kip naar binnen gewerkt. Krijg ook nog even bossenbollen, hé. Dat is lekker. Ja, echt, hè? Wilke voor de training. Van Lois, hè. Lois heeft bossenbollen. Dankjewel. En dan ga ik nu lekker sporten. Zo, kijk eens even. Rug vandaag, hè? Rug. We gaan gelijk beginnen. Benen en rug, jongen. Dat ga ik altijd helemaal grote spiervoeten natuurlijk worden in de avond. Zo. Precies, ja. Blik voor hem. Precies. En waar sta ik naar achter? Goed, rechtop staan gelijk. Dus je staat al zo. Ja, perfect. Ja. Nou, rustig. Eerst die billen naar achter. En dan zak dat weer gewoon langs je knieën. Precies, perfect. 1. Prima. 2. Mooi op je achterblijf.
Eén keer mijn ego strelen. Nou, ik zeg net, laat me eens even voelen, maar ik zeg echt, nou, ik vind het echt zo raar om jou zo, echt. Ja, het gaat blijkbaar gebeuren. Ik heb je nog nooit zo stevig gezien. Je ziet er echt heel mannelijk uit. Het voelt allemaal heel lekker. Ja, nu wil ik het eigenlijk nog van een andere vrouw horen. En ik denk dat je gespierder wordt dan je vader in die tijd. Ja, dat gaan we nog maar zien. Maar kort bezig. Ja. Lekker ding, man. Ja. En geen drank, denk ik. Nee, af en toe. Je ziet er echt heel goed uit, gezond. Terug naar mijn roots. Alleen dat kleedje lag er nooit. Die is nieuw. Nieuw kleedje. Deze moet nog steeds in mijn huis een mooi plekje krijgen. Zo, deze staat hier al lang. Oh, die heb ik helemaal dichtgetaped. Nou, laat ik die ook lekker dichtgetaped. Je kan wel raden wat hierin zit, denk ik. Deze beeldschermen niet. Maar mijn oude pc, die gaat binnenkort wel naar mijn werkkamer. Die pc moet gewoon even alleen opgefrist worden, maar het is voor de rest echt nog best wel een beest. En dan wordt dat soort van de game-werk-pc naast mij. En dan kunnen mijn maten en zo gewoon chill game of werken naast mij. Super top, joh. Zijn dit de bulkmaaltijden, moeders? Oh, dan niet. Kijk eens even, dat zijn de caloriebommen, jongens. Ju? Oh, wacht, dit is de boerenkool, of niet? Nee, dit is stamppot andijvie. Oké. En met wat Oosterse kruiden en een lekker gehaktballetje. Lekker! Vind ik lekker! Kijk, de P is van de pasta. Dus dit is weer de pasta met de tonijn. En deze twee is dus allebei hetzelfde. Stamppot andijvie met twee balletjes gehakt. Veel koolhydraatjes. Goeie, ja, papa. Oké, dames en heren, dat is de... Heel erg bedankt voor het kijken. Deze vlog. We zien jullie morgen met een nieuwe vlog om 5 uur. Als het tijd anders denk ik zeker gaan zeggen wat ik wel was. Tot de volgende keer. Later, topper! Kom op, kom op. 12, oké. Prima. Deed hij beter met mijn nek? Of? Ja, ging wel beter denk ik. Ja.